Ik geniet, ja, tuurlijk. Maar ja, mijn resultaten moeten wel beter. Doelpunten te maken en assist te geven. Over, blijf rechtop. Ja, het gaat allemaal super snel. Ik had het eigenlijk allemaal niet verwacht in principe. Maar het is mooi, ja. Nee, dat had ik zeker ook niet verwacht. Ja, wat ik net al zei, het gaat allemaal super snel. Maar ik dwing het wel af. Ja, super snel, is dat leuk? Is dat spannend? Hoe ga je naar de club toe op zo'n moment? Ja, gewoon met vol zelfvertrouwen. In het begin is het allemaal spannend, maar daarna, je weet wat je goed kan. Dus, En wat kun jij goed? Ja, ik kan goed dribbelen, durf te voetballen. En wat ik minder goed kan, ga ik het niet doen. Ja, Ringo is natuurlijk pas 16 jaar, maar die hebben we erbij gepakt in het begin van het seizoen en die ontwikkelt zich prima. Hij is technisch vaardig, hij is al echt goed ontwikkeld fysiek voor zijn leeftijd. Daarnaast heeft hij een goede dribbel, heeft hij spelintelligentie. Dus echt een jongen waar we trots op mogen zijn dat hij zich zo goed ontwikkelt binnen de club. En die jongen gaat er uiteraard komen, want die heeft echt enorm veel potentie. Toen ik de trainer zei, ga maar met z'n drieën warm lopen om de 5 minuten. En daarna moest ik wat langer warm lopen. Dus ik had wel een beetje in mezelf gedacht, hopelijk kan ik wel mijn debuut maken. En dan sta je langs die lijn, de eerste meters. En dan krijg je zo'n cliché sportvraag. Wat ging er door je heen? Ja, echt alles. Gewoon alles. Het moment waar je voor doet in principe. Dus ja, mooi. Gaan we voorwaarts. Rechtsaf. Linksaf. Ja, we hebben zeker veel vertrouwen in hem. En natuurlijk moet hij ook nog dingen leren. Maar goed, en je wil hem niet elke wedstrijd 100% belasten. Hè? Want daar moet je ook rekening mee houden. Want het niveau is natuurlijk een stuk hoger. Maar je ziet aan alles dat die jongen goed kan voetballen. En hij pikt ook heel snel dingen op. Dus dat is ook wel leuk om te zien. De bokjes. Staan we rechts. Beetje links. Nu volle bak. Kom maar. Is het een heel ander leven geworden dan in vergelijking met een paar maanden terug? Een ander leven. Ja, ik leef altijd voor voetbal, maar ander leven, nee. Ik kan je voorstellen, want andere jongens die hebben een bijbaantje en die staan in de supermarkt. En jij bereidt je voor om op vrijdagavond of op maandagavond een potje te voetballen. Ja, dat is zeker wel iets fijner, ja, en leuker natuurlijk. Ja, dat is één dingetje, want je speelt veel, dat is heel fijn. Alleen de resultaten die zijn nog wat minder. Nou, ik heb er alle vertrouwen in dat het nog allemaal goed komt, dus het komt goed. Ja, met jou erbij, want je wil er een steentje in bijdragen natuurlijk. Is het makkelijker om te spelen als die resultaten beter zijn, om dan in te vallen? Ja, dan is het wel makkelijk. Kan je je eigen speltje spelen wel, ja. Als je met 2-0 of zo voor staat. Als het nou net als vrijdag weer 2-1 net, ga je elke bal naar voren schieten. En dan kom je niet met je eigen spel bezig. Dus. Maar vooral als ik je zo zie hier op het veld ook enorm aan het genieten dat je dit nu op deze leeftijd al mag doen. Ja, zeker genieten, ja, tuurlijk. Maar ja, mijn resultaten moeten wel beter. Doelpunten te maken en assist te geven.